Een hele goede morgen. Mijn naam is Caroline Karthuis-Spoor. Ik ben actrice en ik ga jullie deze ochtend mijn beautyritueel laten zien. Wat eigenlijk vooral bestaat uit smeren, smeren en smeren. We gaan beginnen met het reinigen van de huid, want dat is heel erg belangrijk. Ik heb een hele fijne exfoliant die ik elke ochtend onder de douche gebruik. Die moet je namelijk 10 minuten laten intrekken. Dan gaan we dat nu even combineren met iets anders, want ik heb nogal een fetish voor gelakte nagels. En die moeten dan ook perfect gelakt zijn. Nou zie je dat deze inmiddels gechipt is. Dus die ga ik dus dadelijk lekker afpielen. En dan ga ik de exfoliant opdoen. Vervolgens in de tussentijd mijn nagel opnieuw lakken. En dan kunnen we door met de volgende stap. En dit is trouwens een heel fijn merk, het is QMS. Dat koop ik bij Knap Instituut, waar ik ook eigenlijk alle gezichtsbehandelingen doe. Ik ben op dit moment bezig met een Power Oxygen Facial Treatment. Omdat ik nog wat pigmentvlekken heb van mijn zwangerschap. Ik heb hele fijne nagellak van Caption. En daar heb ik dus maar 2 laagjes van nodig en die gooi ik onder de lamp en dan ben ik klaar. De 2e laag aanbrengen. Nieuwe gelakte nagel. Dan gaan we de volgende stap erop gooien. Dat is een collageen. Trekt die nu nog beter in je huid. Oogcreme, heel belangrijk. Tegen alle fijne lijntjes. Ik gebruik ook eigenlijk helemaal geen concealer. De dagcreme. De zon doet nogal veel schade aan je huid, dus ik gebruik altijd een factor 50. Jeetje, ik ben kapot van al het smeren. Kijk, hebben we een heel mooi schoon palet om mee te werken. Ik gebruik dus eigenlijk geen concealer of foundation overdag. Wat ik wel altijd opsmeer is een Healthy Glow crème. Dan heb ik nog een, het heet Flawless Filter en het zorgt eigenlijk voor een hele mooie glow over je hele gezicht. Dan gaan we nu beginnen met de wenkbrauwen. Dat vind ik nogal een belangrijk punt altijd van je gezicht. Die laat ik altijd 1 keer in de 8 weken verven en bijwerken. Dus in principe hoef ik er nu niet zo heel veel meer aan te doen. Omhoog borstelen. Klaar. Eigenlijk niet zo vaak mascara op, omdat ik het eigenlijk wel lekker vind zo. Maar bij mij is het nogal een verschil, omdat mijn wimpers en vrij klein zijn en heel licht. Dus mensen vragen dan vaak of ik ziek ben of me niet zo goed voel. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Krul altijd even goed mijn wimpers, omdat anders staan ze recht vooruit en daar wordt niemand blij van. Vervolgens gaan we even wat kleur op de wangen aanbrengen. Zo. Nou, dan meng ik eigenlijk altijd een beetje deze 3 kleurtjes. Dan heb ik sowieso geleerd dat als je je oog opmaakt, deed ik altijd een soort van... ja, bijna dicht en dan make-up en als je hem dan weer open doet, dan is het heel anders dan wat je eigenlijk had gezien. Dus je moet eigenlijk proberen om je oog gewoon recht vooruit te hebben en dan met je kwast pas te gaan werken. Want dan zie je pas ook wat het resultaat gaat worden als je je oog normaal hebt. Kijk, dat is toch net iets gezelligers. Nou wil je natuurlijk dat die make-up de hele dag een beetje goed blijft zitten op je gezicht. Dus ik heb een hele fijne Perfection Makeup Mist. Zullen we dan nog een gezellig lipje doen? We zijn nu toch lekker bezig. Nou doe ik eigenlijk niet zo heel erg veel aan mijn haar. Maar omdat het bij mij best wel snel gewoon plat gaat zitten, spreek er wel elke dag een beetje sea salt spray in. Een hele fijne gevonden die niet je haar zo zwaar maakt, want dan gaat het juist snel hangen en vies en plat worden. En lekker zo je handen er doorheen. En dan zijn we eigenlijk wel klaar voor vandaag. Dit was hem.